bubbly, bubbly. High five. Alright, babe. Het is gelukt. Toppie. Yo. Bubbly, bubbly, bubbly. Goedemorgen, leuk dat jullie kijken naar deze video. Vandaag ga ik ormbies testen. Jullie denken wel, waarom zijn ze al zo groot? Dit worden mega ormbies. Dus XL ormbies. Ik laat jullie even zien hoe we deze uit hebben gepakt. Dus, dat kan van alles zijn. Ik kan niet echt, die niet echt plaatsen. Dat is dit. Dat is, ja. Dan heb je de schaar. De schaar ligt achter jou weer. Oh. Oké, okay, nou. Oh, wacht, die kan ik zo. Kan je ze openmaken? Nee, daarom, ik ga het niet van niets schat. Het is allemaal dichtgemaakt speciaal, dat het niet kan. Ja. Zo, hier tussen doen. Heel goed. Ja, even rustig kijken. Wat is het? Kun jij het zien? Nee. Heb je een verrassing? Wat zijn het? Wat zijn het? Het zijn verkraaltjes. In een zakje. Laat even zien, eerst even zien. Want kijk, het is een zakje. En er zit iets in. En dan kunnen we die camera laten zien. Kijk. Het is heel apart. Ja. Ik ben heel benieuwd. Nou, pak hem maar eens uit. Oh, er zit nog een dingetje in. En er zitten daar knikkertjes in of zoiets. Oh, ik denk dat ik het weet. Het is het dan? Dit zijn mega knikkers. En die moet je ook in het water doen. Net zoals die hele kleine stipjes. Oh, dan worden ze nog groter. En die worden mega groot, jongens. Die worden heel groot. We hebben al van die hele kleintjes. Hè? Van die hele kleine kolen. Die worden al groot. En dit worden mega... Laat ze met het zakje zitten. Die worden heel groot. Dus dat is heel leuk. Laten we jullie komende week ook allemaal even zien. Want dit is wel eventjes een supercoole uitdaging weer. Hè? Deze is al groot, kijk dan. Ja, maar die worden nog, ze worden echt zo groot. Wat? Zo groot. Gaan ze echt OMG. Ja. Dat is heel gaaf. Oké, okay, leuk. Nu hebben jullie gezien hoe we deze uit hebben gepakt. En laten we dan maar beginnen. Abonneer en geef een duim omhoog. En laten we dan maar beginnen. We hebben hier de ormbies. Ik zal ze even uit het zakje halen. Hier hebben we de ormbies. Ik vind ze best wel mooi. Er zit namelijk ook een glimmer in. In het licht is het heel mooi, want het is een hele lekkere dag vandaag. En ik vind ze ook heel mooi zelf. Het zit echt blauw, hele grote blauw. En laten we dan maar beginnen. Als eerste maak ik hem natuurlijk open, want anders kunnen we ze niet goed zien. Ik ben benieuwd hoe deze ormbies voelen. Ze voelen wel een beetje gek. We hebben hier een oranje. En ze worden mega groot, dus is denk ik wel handig als we er 2 of 3 in doen. Hier hebben we een mooie oranje. Ze zijn best wel klein. Maar eerlijk gezegd, ze worden veel groter door het water. En die leg ik even daar neer. Dan hebben we nog een rode. Super cool. En ook super fel. Zo. Dan hebben we een groene. Ook heel mooi. Zo. Ik doe even wat op mijn handen, want dat is een beetje... En dan hebben we hier een doorzichtige. Ook heel mooi. Eén er nog eentje. Zo, kijk of er nog één uitkomt. Oeh, dat zijn een beetje veel die eruit kwamen. We hebben hier een gele. Ook heel mooi. Dan hebben we hier een oranje. Die zitten verschillende maten in, want deze is wat kleiner dan de rest. Dan hebben we weer een doorzichtige. Weer een rode. Weer een oranje. En dan hebben we weer een blauwe, een donkerblauwe deze keer. Oh, die hadden we er nog niet in zitten. Kijken wat er nu op mijn hand valt. Er zijn er nu 2 gevallen. We hebben hier een gele. En we hebben hier een oranje. En zo. Oh, er zit ook een heel kleintje bij. Oh, schattig. Kijk hoe klein dan. Oeh, is hij zo schattig. Hij valt een beetje uit mijn handen, joh. En dan hebben we hier weer een witte, een doorzichtige meer een beetje. Hè? Volgens mij zit er ook nog een... Wow,
Er zit gewoon een glimsterige bij, volgens mij. Er zit er één in. Dat zwaar mij niet uit. Kijk of die er nu uitkomt. Yes. We hebben hier een grote blauwe. En dan hebben we hier een oranje. Oranje hier. Een gele. Dan hebben we hier een witte. Die is echt wit. Hier een gele. Ik weet niet of jullie het niet zo goed kunnen zien. Ik denk het niet, want sommige kleuren zijn heel moeilijk te zien. Hier hebben we een blauwe. En hier hebben we nog een blauwe. En dan hebben we weer een oranje. En nu komt speciale. Deze is met glitter. Super cool. Ik denk niet dat jullie het super goed kunnen zien. Maar we hebben hier een kom met warm water. Want met warm water gaat het wat beter, denk ik. Oké, ik ga niet uitzoeken welke ik erin wil. Eerst neem ik de glimmende. Neem ik de mini, denk ik. Moet ik er nog één nemen, want ik ga er een stuk of drie. En neem ik deze groene nog. Die vind ik ook wel leuk. We hebben alleen maar verschillende kleuren. Ik zal even laten zien wat voor kleuren. Zo. Echt. Was vies gaat een beetje. We hebben hier een groene. Dan hebben we de glitter. En hebben we de mini. Laat ik als eerste de mini erin gooien. Doink. Oh, dat ziet er echt gek uit. Laten we nu de glitter erin gooien. Ik wou dat ik er nog meer kon doen, maar ze worden echt mega groot. Dan doe ik de groene. Oké, ik moet even in met mijn vingers, want ze zitten een beetje dichtbij met elkaar. Zo. Hier hebben we de glitter, die ziet er nu wel gek uit. Toink. En dan doen we die andere een beetje daar zo. Wel afbraak. Ja, oké, ze zitten wel goed, denk ik. We hebben dus nog heel veel kleuren over, zoals jullie zien. We hebben nog heel veel kleuren over. Ik zal ze even laten zien. Zo. We hebben nog vier gele over. Heel veel gele dus. Nee, niet zo heel veel. Twee rode nog. En nog vier blauwe. Eén witte. Drie doorzichtige. En even kijken. En zes oranje. Eigenlijk hadden we er zeven, maar er zit natuurlijk nu één klein puntje hierin. Dus we hebben nog allemaal dit soort kleuren. Zo, ik zal ze even op mijn hand laten zien. We hebben nog deze kleur over. En dat zijn er echt wel een heleboel die we nog over hebben. En die gaan we deze keer niet gebruiken. Want ze worden iets van zo groot. Maak nu een hartje, dat wil ik niet. Hè? Zoiets. Hè? Zo worden ze. Nee. Zo groot worden ze door me dan rond natuurlijk. Ze worden dus heel groot. Eerlijk gezegd. En dat vind ik ook wel heel mooi. Als ik dit doe, dan gaan ze echt mee. Maar ik ben bang als ik ze nu gewoon erin laat. Denk ik wel dat het iets van, iets heel groots wordt. En dus denk ik wel dat het heel groot wordt. En dat denk ik de hele bak zo meteen vol zit. En dat het water ook weg is. Als je het water weg doet, dus eruit gooit. Dan kunnen de ormbies wel weer klein worden helaas. En dan krijg ik bij de oranje weer zo'n kleine terug. Als je gewoon weer terug wil, kan dat gewoon. Moet je hem even uit het water zetten. Hoe lang het duurt totdat ze groot worden, zo lang duurt het ook totdat ze klein worden, denk ik. En warm water, dat is wat beter. Dan worden ze denk ik wat sneller groot. Dus daarom hebben wij ze ook in warm water gedaan. Ik denk dat ik nu maar even moet wachten. En dan zie ik jullie. Oké, we zijn misschien 2 uur later. De balletjes zijn heel gek. Maar toen ik net even ging kijken, zag ik dat een gele
dacht ik, hij is vies. Maar hij is dus kapot. Kijk. Hij is kapot, jullie zullen het niet goed zien. Maar toen dacht ik, waarom doe ik er niet gewoon bij? Dus 3, 2, 1, denk. Die gaat er dus ook bij. Laat ik nu als eerst naar de kleinste gaan kijken. Ze zien er zo gek uit. Kijk dan. Ze zien er zo gek uit. Ze hebben een soort van bolletjes erin of zo. Ik weet niet. Deze ook al. Ze hebben het gewoon hetzelfde. Maar dan ben ik heel benieuwd hoe deze voelt. Wow, dit lijkt naar een lampenkap. Deze zijn echt heel gek geworden of zo. Ik weet het niet hoor. Maar ze zijn zo gek geworden. Ze hebben gewoon een vormpje gekregen. Zo, zo helemaal gekregen. Zo. Als ik nu gewoon langs wil, dan zie je mijn hele vinger zo gek bewegen. En het is ook bij deze dus. Ja. Hij lekt wel een beetje. Deze heeft precies hetzelfde hier. Ook heel bobbelig. En heeft deze dus ook. Die heeft dat dus ook. Ook helemaal zo bobbelig. Maar deze is niet kapot, maar dat is niet. Oké, ik ga nu even alles terug in het zakje doen. Als het erin valt, dan moet ik het zo snel mogelijk uit zien te pakken. Want anders worden ze nat en dan kan je ze bijna niet meer gebruiken. En die gele wordt hier ook een beetje anders qua vormpjes. Dan krijgt hij ook eens een paar stompjes. Omdat hij ook natuurlijk daarin heeft gelegen. Maar die krijgt hele gekke stompjes. Dus binnen ja, een paar seconden. Even kijken. Binnen 2 minuten hebben ze zoiets. Een beetje dat ribbelige. En dan binnen. Na 2 uur hebben ze dus echt zo'n heel vormpje, deze balletjes. En dat had ik dus echt niet verwacht. Want het is de eerste keer dat wij die gebruiken, zoals jullie weten. Want anders had je dit filmpje denk ik al wel bekeken als je geabonneerd op mij was. Een duim en zo'n belletje aan het geklikt. Dan had je dit wel gezien. Maar dat heb ik dus ook nog nooit gezien bij deze. Bij de wit zie je heel goed dat het zo is. Zo. Maar hij is uiteindelijk niet meer glimmend geworden. Ja. Kijk, deze krijgt nu ook een beetje een soort van, ja, stompotjes. Binnen een paar minuten, en hij is ook niet meer kapot volgens mij. Serieus? In het water wordt hij kapot gewoon weer heel. Dus eigenlijk maakt het niet zo veel uit. Kijk, Oscar, je ziet hier nu, ik weet niet of jullie het zien. Maar je ziet hier hele, je ziet hier hele kleine randjes. Ik denk niet dat jullie het zo van deze afstand kunnen zien. Even dichterbij houden. Je ziet hier kleine randjes. Jullie zien het net niet, zie ik. Maar je ziet hier kleine randjes misschien. En daar zat een scheur. En als ik nu dit doe, dus zo, dan gebeurt er dus, dan gaat hij er niet meer open. En er zitten nu ook van die kleine kippenrandjes. Ook een beetje. Dus dit gaat echt heel snel. En ik vind deze zelfs oranje heel mooi. En er zit echt heel veel. Oeh, ging bij de bank. Kijk, de geel en de oranje zijn niet meer zo heel veel verschil. Kijk, er zit niet zo heel veel verschil in, eerlijk gezegd. Maar pak je dan deze twee, er zit echt zoveel verschil in. Het ene is wit, de andere is groen. En ik denk als ik ze tegen elkaar aanhoud, dat zie je. Nou, ja, het zijn wel hele gekke bolletjes nu geworden. En als ik ze met z'n vier pak, dan is het helemaal gek. Twink, twink, twink. Ik vind ze zelf super gek nu geworden, want ze hebben nu zo'n randje en de kapot is ook weer heel gelijk. Dat vind ik ook heel bijzonder, dat het helemaal zo is. Dat is toch gek, dat heb je nooit bij die balletjes, denk ik. Dat is in ieder geval bij de echte, dus bij de bees, zo, ik ben het afgeten, ormbees zo, niet. Bij de echte, dus niet bij de mega. Dan zijn ze al lang klaar nu. Maar dan heb je nooit van die hersensdingetjes een beetje. Lijkt me meer een beetje op hersensdingetjes. Heb je dat nooit? Voordat ik even ging ik nog even kijken naar mijn Urmbies. Ik vind ze er best wel gek uitzien. Want ik heb al eens, heb ik er, kijk, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dus ik denk dat er 1 is gebroken. Laten we maar even kijken. Ik pak deze. Oh, wat is er mee gebeurd? Hij is helemaal gebroken. Waar is de andere helft?
Hier, jongens, hij is gewoon helemaal gebroken. Ook al helemaal gebroken. Dit stukje dus die al kapot was, is helemaal kapot gebroken. Ik zal het even laten zien aan jullie, zeg. Hij is echt helemaal gebroken. Dit zat helemaal zo in elkaar mooi. Het wordt juist al zo groot. En ontbreekt hij opeens. Heel erg jammer en zonde voor de Ormbies. Dan hebben we natuurlijk die witte. Die witte vind ik best wel groot. Ze hebben nog steeds zo'n randje hieromheen. Maar die is al wel een beetje weggetrokken. Kijk, dan heb je de witte. Ik denk niet echt dat je het zo goed kan zien. Want het is best wel gek. Wat? Eerst had dit nog gewoon een ribbelige laag. En dat is nu weg. Volgens mij zijn deze een beetje verkeerd gegaan. Volgens mij, want deze groene is... zo. Oranje is echt heel goed gelukt. Want deze heeft geen ribbelige laag meer. En dat is denk ik beter dan dit soort lagen. Er zit heel veel verschil bij. Maar misschien als deze groter wordt, dat hij het dan ook krijgt. De kans is daarmee groter. Dan hebben we nog de groene. Zo, joh, die is ook al bijna klaar. Is ook weer bijna geen rondjes ervan. Ook heel leuk en cool. En dat vind ik ook heel mooi hieraan. En hier lijkt het of er een gat in zit of zo. Maar ik vind het wel heel zonde van deze. Dat hij helemaal zo in stukjes is gebroken. En nu valt hij ook echt helemaal uit elkaar. Want er liggen er heel veel stukjes van die. Dus daar blijf ik even af. Nou, ik vind deze het mooist. Want die is heel mooi. Een beetje doorzichtig ook. Nou, tot nu toe ga ik nu even slapen. Okay, we gaan naar zien school geweest. Goed. En voordat ik naar bed ging, ging ik even in mijn XL ballen laten zien van deze. Helaas had ik ze groter verwacht, maar ze zijn zo geworden. Ze zijn best wel groot geworden. En ik heb ze dus best wel, ik heb ze wel lang in een grote kom gehouden. En dan heb je deze. Dat is de glimmende. Dan heb je de mini, die is helaas heel klein geworden. En dan hadden we natuurlijk ook nog die kapotte erin gedaan. Nou, die is echt helemaal kapot gegaan, maar hij is nog best wel groot geworden. Maar dit is echt heel... Nou, zelf had ik ze wat groter verwacht. Zelf zagen ze er zo groot uit. Zo groot. En ze worden zo. Dus had ik het, was het wat minder groot dan ik wou, helaas. En dat vind ik dus best wel jammer, maar het zijn wel mooie ballen geworden eigenlijk. Eerst waren ze natuurlijk heel, zo rondjes als een hersen een beetje. Zoals jullie zagen bij de andere die ik had gedaan. Steeds kijken naar het filmpje. Toen had je dat ook gezien dat het steeds maar anders was. En nu opeens zijn ze gewoon zo geworden. Ik had ze groter verwacht. Maar ik vind dan deze echt het mooiste. Met echt die dingetjes zo erop. Met echt allemaal stippeltjes. En dan heb je ook nog hier zo. Hier is het wat minder. En als het licht opkomt, dan is het heel mooi. Alleen vind ik wel jammer dat het hier is beschadigd. En ik vind het heel erg om in te knijpen, want ze voelen zo best wel slijmerig. En bij deze vind ik het ook heel jammer dat hij zo klein is gebleven. Komt omdat ik een klein balletje uit had gekozen. Ja, en dan gebeurt gewoon dit en dat vond ik best wel jammer, helaas. Is het zo geworden, maar dit was de laatste video die ik van de ballen maakte. Het zijn er 3 geworden, zoals jullie weten, want ik had er dus eigenlijk 4 gedaan. Maar eentje is kapot gegaan. Dus 3 die heel zijn gegaan, heel zijn gebleven. Die vind ik het zelf heel jammer dat deze kleiner is. Maar daar ga ik niet meer over praten. Maar voor de rest vind ik het echt super leuk. Maar dit was deze video. En tot de volgende keer. Doei doei!